Waterland. Duizend eilandenrijk. Ken je dat? Nee. Vroeg op Waterland. Wat zijn er voor fabrieken hier, Stan? Hoogovens. De Hoogovens. Wat een vieze troep allemaal. We liggen hier onder de Schiphol CDA. Ja. We mogen maximaal 1200 voet. En we zitten op 1100 voet. Ah. Stan die doet het prima. Hé Stan? Ja. Is de hoogte goed? Ja. Hoe hoog zitten we? 1100 voet. En die plaats die daar recht voor ons zit, welke plaats is dat? Haarlem. Nee, dat is geen Haarlem. Haarlem ligt niet aan de zee. Welke plaats ligt aan zee? En we gaan aan de zee. Zandvoort. Goed zo. En Zandvoort ligt lekker in het zonnetje. Hey Stan, ik zie hier beneden een pier. Wat voor een pier is dat? Zie jij hem ook, die pier? Ja. Welke pier is dat? Hoe zou ik dat nou weer moeten weten? Wat voor badplaats is dit? Wat ligt er bij Den Haag voor badplaats? Scheveningen? Nou Stan, dit is een van de deltawerken hier beneden, wat je ziet. Hoe heet dat? De stormvloedkering. De stormvloedkering, ja inderdaad. Nou, we zien dat het ebbend aan het worden, het water stroomt er allemaal uit. Werkeiland Neeltje Jans. Daar hebben ze die dammen allemaal gemaakt, die pijlers. Het is ook een bezoekerscentrum, interessant om eens een keertje naartoe te gaan. Hey. Denk je dat het wel interessant is om eens te weten hoe de delta werken, hoe dat allemaal in elkaar steekt? Ja, misschien. Zo Stan, waar zijn we nu? Waar zijn we nu? Ik heb geen idee. Vlieg van. Zo, dan vraag ik nog één keer, waar zijn we hier? Vliegveld. En hoe heet dat? Zeeland Airport. Goh, wat goed voor jou zeg. Ja, je komt tegen zijn. Nou, ik zal me niet vragen wat voor stad dat in de verte is. Knokke-Heist. Hey, goed zeg. Ja, de Belgische kustlijn hier. Mooie stranden. Ja, het weer is prachtig. We kunnen het nauwelijks beter treffen.